tot mijn grote vreugde kan ik u mededelen dat gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van uw activiteiten, het te zijn de majesteit de koning heeft behaagd om de heer Cornelis Lambertus van den Berg te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. In Gemert is zaterdagmiddag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Cor van den Berg. De heer van den Berg is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Uitreiking gebeurde door lokaal burgemeester Willeke van Zeeland tijdens de viering van het 60 jaar bestaan van Speertuin de Wieken in Gemert. De heer van den Berg is al sinds zijn oprichting in 1964 vrijwilliger bij de speeltuin. Hij houdt zich bezig met het inzamelen van oud papier, begeleiden tijdens kaartavonden en spelletjesmiddagen, maar ook het onderhouden van het groen, de speeltoestellen en het pand. Volgens mij niet verwacht. Nee, absoluut niet. Ik wil absoluut niet verwacht. Nou, je weet toch, als je 60 jaar ergens je eigen voor hart in je lin zet? Ja, maar ik zet mijn eigen niet alleen voor hierin, ik heb mijn eigen altijd voor iedereen ingezet. 60 jaar, ja. Deze speeltuin, wat maakt dit zo belangrijk? Ik 60 jaar, dat moet ik even recht zetten. Ik ben hier begonnen, toen ze hier begonnen met de speeltuin, hadden ze mij gevraagd als 17-jarige om mee in de organisatie te komen. En omdat ik al in verenigingsleven zat, bij de Geoffers was ik al bezig, en hadden ze mij gevraagd als jeugd, dus mee in die organisatie te komen. Maar toen gingen ze naar je aansluiten, en toen moest ze 18 jaar in, dus ik moest eraf. En toen ben ik eraf gegaan en toen ben ik eigenlijk weer teruggekomen in de speeltuin, toen ik zelf kinderen had. En de kinderen hier in de speeltuin konden en toen ben ik weer actief begonnen. Eigenlijk toch wel mooi. Wat maakt deze speeltuin zo speciaal? Nou, vooral de kinderen. De kinderen die hier zien spelen. Die bepalen namelijk hetgeen wat wij doen. Maar dat maakt het zo ook emotioneel? Nee, ik ben helemaal een beetje emotioneel langer. Ja. Die verwacht ik niet. Die hoeft voor mij eigenlijk ook helemaal niet. Ik doe dat omdat ik het zelf wil. Maar het is wel een stukje waardering, hè? Ja, maar ik heb er zelf plezier in. Dat is het belangrijkste. Maar het mooie is, 60 jaar speeltuin de Wieken. Ja. Nog 10 jaar, dan hebben we 70 jaar. Ja, maar ik word nu over een maandje 79. En dan word ik 89. Twee vingers in de neus. Weer wel, thans.